Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Gijze Rande, 38 jaar. Ik woon in Beerden. Ik ben getrouwd met Jill en samen hebben we twee kinderen, Daan en Kaat. De voorbije 6 jaar had ik het voorrecht om schepen te zijn. Eerste schepen in Beerden, bevoegd voor openbare werken, cultuur en jeugd. En de voorbije 11 jaar werkte ik hier op de N-VA-fractie in het Vlaams parlement, waar ik de commissies buitenlands beleid, toerisme, inburgering en integratie volgde. Ik sta op de 6e plaats voor de N-VA in West-Vlaanderen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Als iets wil veranderen, dan is het bij uitstek in de politiek dat het moet gebeuren. Ik denk dat mensen nu soms wat meewaren over politiek, over politici in het bijzonder. Maar het is natuurlijk wel in de politiek dat het gebeurt en dat is ook hier in het Vlaams parlement. En zelf heb ik me altijd heel betrokken gevoeld bij wat er rond me gebeurt. Ik heb altijd moeite gehad om aan de kant te blijven staan. Dat was vroeger in het jeugdwerk zo, het jeugdhuis. Later als jonger bij Jong N-VA, dan ook in de lokale politiek ben ik actief geweest. En ik hoop dat ik nu binnen een aantal maanden misschien op een ander niveau dat ook kan doen. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor een quote die ik regelmatig wel eens bovenhaal. En dat is wie zijn eigen weg kiest, die verdwaalt nooit. Ik denk dat voor zichzelf spreekt. Maar politiek is natuurlijk keuzes maken, is goede keuzes maken, de juiste keuzes maken. En de beste keuze is nog altijd die keuze die je maakt vanuit je eigen overtuiging, vanuit je eigen idee, je eigen overtuiging, analyse van de samenleving. En dat gebeurt misschien vandaag iets te weinig. En dat is ook net iets wat me aantrekt in de VAW. Zelf een analyse maken, zelf kijken. Hoe staan we ten opzichte van die zaken en vanaf daarvan het jaar onze politieke activiteiten ontwikkelen. Dus vandaar mijn keuze. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik ben politiek actief geworden in de periode van Paars Groen. De open debatcultuur, de grote beloftes, generatiepact. Het Zilverfonds, noem maar op. We weten ondertussen allemaal wat daarvan geworden is. En in die context ontstond die kleine nieuwe partij, de N-VA, met een heel ander stijl, duidelijk verhaal, heldere analyses. En dat werd getrokken door een opmerkelijk figuur, vond ik toen heel wervend, onze huidige Vlaamse minister-president, Geert Bourgeois. Ik weet dat hij nogal vaak wordt afgeschilderd als minder sexy aantrekkelijk, of hoe moet ik het zeggen, wervend. Maar ik vond dat toen een heel wervende persoonlijkheid. En ook nog altijd, denk als we kijken naar de debatten in het Vlaams parlement vandaag, er zijn nog weinig politici die puur op inhoud, op dossierkennis, op overtuigingskracht hun statement maken, het politiek bedrijven en daar ook voor erkend worden over de partijgrenzen heen. Dus, Heer Bourgeois was de persoon die mij naar de politiek heeft geloodst, maar hij is ook nog altijd een heel groot voorbeeld voor mij vandaag, en zeker als West-Vlaming. Wat zijn uw politieke interesses? Ik heb als fractiemedewerker het dossier van de Brexit van bij het begin gevolgd. Ik denk dat heel veel mensen ondertussen afgehaakt zijn, die niet meer weten waar gaat het nu precies over, waar gaan we naartoe. Ik denk dat dat voor de Britten misschien in de eerste plaats ook geldt, dat ze ook wel wat de weg kwijt zijn. Maar het blijft wel een heel belangrijk dossier voor Vlaanderen, voor onze bedrijven, jobs, voor onze welvaart. En dat is zeker West-Vlaanderen het geval waar ik woon. Als je bijvoorbeeld ziet, de haven van Zeebrugge, alleen al 4.000 tot 5.000 jobs zijn direct gelinkt aan die export, Vlaamse export, naar de UK. Dus dat zal een enorme impact hebben en ik denk dat we ons daar heel goed op voor moeten bereiden. Enerzijds defensief, wat dat vandaag ook al een stuk gebeurt. In onze bedrijven, ondernemingen meehelpen, begeleiden om die breuk, om die schok te gaan opvangen. Zeker die bedrijven die momenteel sterk gefocust zijn op de UK. Maar daarnaast moeten we ook misschien wel al nadenken hoe dit verder moet, de toekomstige relatie tussen Vlaanderen en de UK. Hoe gaan we dat vormgeven? En dan denk ik dat een sterke en heel handelsvriendelijke relatie bijzonder belangrijk is. Dat is één verhaal, maar daarnaast het Vlaams onderwijs.
Het is een hot topic, maar het is toch iets dat heel belangrijk is. En het is ook terecht dat hier in het parlement heel veel aandacht en in de media er veel aandacht naar gaat. Ik denk dat we allemaal kunnen genieten van heel sterk en goed onderwijs, kwaliteitsvol onderwijs. En we zien wel wat knipperlichten afgaan. Studies, analyses die aantonen dat we in een dalende lijn zijn op vlak van lezen, schrijven, rekenen, wiskunde en zo meer. Dus dat denk ik dat we wel bezorgd om moeten zijn. En zeker als vader, als papa van twee, hoop ik dat mijn kinderen ook diezelfde opleiding, datzelfde onderwijs kunnen genieten als dat ik zelf heb kunnen doen. Niet alleen omdat ze zichzelf dan op de arbeidsmarkt een weg zullen vinden, maar ook om stevig in het leven te kunnen staan. Hè, om te kunnen genieten van alles wat mooi is, maar ook kritisch te kunnen kijken naar alles wat om ons heen gebeurt. Dus ja, Brexit aan de ene kant, maar dat onderwijs is voor mij toch ook wel heel belangrijk. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat het een moeilijke vraag is, maar administratieve vereenvoudiging is zowel een van die zaken die heel vaak naar voren komt. Iedereen is voor administratieve vereenvoudiging. De regelgeving momenteel is heel complex. We hebben heel veel decreten, wetten, regeltjes, noem maar op. We hebben voor elk domein al een expert, een vak. Expert nodig om te begrijpen, laat staan dat de gewone mens, de gewone burger, ondernemer, zijn weg al vindt in het ganse kluwen. En men zegt soms wel eens van, we moeten voor elke nieuwe wet of elke nieuwe regel moeten we een afschaffen. Alleen zien we dat dat eigenlijk nooit gebeurt. Ik denk dat dat aan de ene kant ook wel logisch is. Alles is er wel om een reden gekomen en zal wel een bepaalde bedoeling hebben, maar we kunnen wel niet voorbij aan die vaststelling dat het zo onoverzichtelijk geworden is. En dat ook heel veel nieuwe initiatieven en zaken fnuikt en moeilijker maakt, eigenlijk belemmeringen creëert. Dus ik denk eenvoudiger, transparanter regelgeving, dat zijn vaak holle woorden, maar dat we dat toch een keer moeten proberen in de praktijk te gaan omzetten. En denk dat daar de politiek zeker ook een uitdaging heeft. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een plaat, of het is beter gezegd een cd meegenomen. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Ik heb deze versie gekregen toen ik 16 was, op mijn 16e verjaardag. Ik was enorm gefascineerd, helemaal weg van de groep, van de muziek. Nog altijd trouwens. Ik denk dat de Beatles nog altijd tot het best muzikale behoren dat er ooit gemaakt is. Muziek is voor mij iets essentieel. Ik kan niet zonder muziek. Vroeger ook vaak of heel wat concerten zelf georganiseerd. Nu probeer ik er nog zoveel mogelijk mee te pikken. Ik heb het voorrecht gehad om 6 jaar schepen van cultuur te zijn. Ook heel veel zaken gedaan rond muziek. Zowel naar klassieke muziek, maar ook naar meer de populaire genres. Rock, pop en zo meer. En ja, dat is naast mijn thema's waar ik het al over had, cultuur en dan in het bijzonder muziek, zou ik toch ook heel prettig vinden om hier in het parlement ook daar iets te kunnen betekenen. Maar ja, deze heb ik ondertussen meer dan 20 jaar, maar die had er toch nog regelmatig opnieuw in. Dus vandaar.